Ricardo Freyde is door president Santokki beëdigd als nieuwe directeur van het Management Instituut voor Grondregistratie en Landinformatiesysteem, MIGLIS. De beëdiging vond plaats op woensdag 20 maart 2024 op het Presidentieel Paleis. Van de nieuwe directeur wordt verwacht dat hij samen met de overige bestuursleden een sterk, effectief en transparant beleid voert ten dienste van de samenleving en het instituut. De president zei in zijn toespraak dat er gewerkt moet worden aan een stukje gerustheid en tevredenheid, zodat alle Surinamers zich beschermd voelen als het gaat om hun grond. En grond, en grondbeleid, en grondvraagstukken, die zijn zeer actueel in het land. En voor vele mensen beheersen deze zaken het dagelijks leven. Soms met plezierige momenten, maar voor velen heel vaak met minder plezierige momenten. En daarvoor hebben we afgelopen tijd een grondhervormingsbeleid ingezet, welk zich voltrekt op verschillende niveaus. Wij willen als regering meer transparantie. Wij willen als regering duidelijk de digitalisering daar hebben, zodat voor iedereen het te volgen is hoe de processen verlopen. Van uw aanvragen tot en met het verkrijgen van de toewijzing. We willen meer duidelijkheid in grondbeleid. We willen ook dat alles gepubliceerd wordt. En we willen dat het grondprobleem van de burgers daadwerkelijk wordt aangepakt. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank u wel. Zo'n beetje gemengde gevoelens. De manier hoe alles aan toegegaan is in het verleden en nu. Dus vandaar. Het MIGLIS kent heel veel uitdagingen. Er zijn grondconversies erbij gekomen. We hebben een tekort aan landmeters. Wat gaat u als eerst aanpakken als nieuwe directeur van het MIGLIS? Ik denk eerst die perceel ID's. Gaan meeting alvast moeten hebben met de glislandmeter. Om te kijken wat de knelpunten zijn. En kijken hoe we die gaan aanpakken. Daarna is het dan de beurt aan de bewaarderij, de hypotheekkantoor, of de openbare registers, hoe je het maar wil zeggen. Om ook daar de knelpunten te bespreken. Eigenlijk bewust neem ik eerst de glislandmeter, want ten aanzien van die openbare registers, dat, ik weet precies wat er daar speelt. Maar ik denk dat het beter is om eerst de perceels-ID's aan te pakken, want dat is een groot probleem in de gemeenschap.